We zijn hier bij elkaar voor het verzet tegen de Duitsers. We gaan een overval plegen bij het distributiekantoor. Ik heb hier een kaart van het distributiekamp. Nou, we kunnen hier zo, als we hier over het water klimmen, via deze brug. En dan zo langs het hek hier klimmen, dan komen we er, kunnen we zo naar binnen lopen. En, nou, maar als het mislukt, dan moet iemand voor Jack zorgen, de piloot. En ik vertrouw Michiel wel, dus ik kan die dat wel gaan doen. Ja, is okay. Goed. Oké, jongens, kom, we gaan ervoor. Hé, hey, Michiel! Hey! Hey! Even serieus, ik ga overal plegen tegen de Duitsers. En ja. Op het distributiekantoor. Maar als het mislukt, heb ik een brief voor je, want dat is heel belangrijk. Als het mislukt, aan wie moet je geven? Aan Bertus. La 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 la. Zou ik me openmaken of niet? Ik weet het niet. Ik heb nog steeds deze brief. Wat zou ik doen? Zou de Dirk en zijn man het gehaald hebben? Ik weet het niet. Ik maak hem maar open. Hallo Michiel. Als je deze brief leest, is er iets fout gegaan. De overval is mislukt. Ergens in het grote bos hou ik een Engels piloot onder. Jij moet nu voor hem zorgen. Bedankt. Dirk. Jack? Jack? Jack?
Jack? Wie ben jij? Ik ben een vriend van Dirk. Dus moet je van hem verzorgen en eten geven. Oké, okay. Waar is Dirk? Die is gepakt door de Duitsers. Dat is goed. Maar we kunnen hier niet blijven, want het is veel te veel Duitsers. Het is heel gevaarlijk hier. Ja, ik weet wel een plek. Misschien kan mijn oom Ben voor je zorgen. Oké, okay. Kom, ga maar heen. Ik heb gehoord dat er veel Duitsers rondlopen hier. Of rijden. Halt! Hoe bist du? Zij de fucker! Hoe bist du? Gooi wapen nu! Zij de fucker! Nee! Oh Ben! Hey! Alles goed? Ja, bij mij gaat het goed. Oh Ben, kunt u helpen een Engels piloot, Jack genaamd, uit het bos te krijgen? Oh! Ja, dat kan ik wel. Oh, dank u wel. Morgenochtend om 11 uur. 11 uur? Oké, okay, is goed. Dag oh Ben. Oh. Oh man. Oh, dat is oma Ben. De Duitser, die geeft hem een pistool. En een of ander boekje. Oma Ben is een verrader. Dat is duidelijk. Snel wegwezen. Jack. Nou, Jack. Gaat het goed? Ja, wel. Luister Jack. Ja. Ome Ben die komt straks aan om je te helpen. Maar hij is een verrader. Daar ben ik net achter gekomen. Dus vertrouw hem niet. Oké. Okay. Kijk, hij zal je hebben. Zo. Hey, Ome Ben. Ome Ben. Alles goed. Ja. Ga niet vertrouwen. Je bent een verrader. Nee. Gelukkig zijn we van hem af. Ja. Die verrader. Hey, wat is dat? Volgens mij is dat Dirk. Dirk, Michiel. Dirk, de Duitsers hebben ons gepakt. De twee maten zijn doodgeschoten. Ik heb het ontsnapt. Dat is verschrikkelijk. Help me. Ik ben hartstikke mishandeld daar. Oh. Of het gaat echt niet meer. Oh. Stop. Gaat het? Nee. Dirk. Oh. We hebben net een verrader gepakt. De oma Ben. Hij was altijd al een verrader. Ja. Van hem zijn we af. Is hij dood? Ja. Oh, gelukkig. Ja, die koepel van de hond. We zijn bevrijd! De oorlog is voorbij! Op de drinken! Ah.